zag op social media, zag ik order a song. Dus ik had een mailtje gestuurd naar Romy. En daar kreeg ik bericht op van haar van, kunnen we een keer afspraak maken, dan we bellen. Ik zei, nou dat is goed. Ik heb dit laten maken omdat ik mijn vrouw wilde verrassen met een origineel cadeautje met kerst. Zij heeft reuma. En altijd als ik tegen haar zeg van hoe gaat het met je, dan zegt ze ja, het gaat altijd goed. Ik zag gewoon altijd aan haar dat het niet goed ging. Altijd pijn en dergelijke dingen. En daarom heb ik dat, deze song laten maken. Ik weet nog dat ik Romy en Michael voorbij zag komen op Instagram. En dat ze wat voorbeelden gaven van liedjes die ze al hadden geschreven voor anderen. En toen dacht ik, ja, dit is super passend bij het moment waarop wij zitten als gezin, als familie. En toen heb ik ze een berichtje gestuurd van, hé, wat kan je voor mij doen? Ze konden het heel persoonlijk maken voor je. Dus en met een aantal steekwoorden die ik gegeven had, hebben ze zo'n fantastisch mooie song gemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Nou, toen ik het liedje voor het eerst hoorde, was het echt een wouwfactor. En ik had echt, ik was ontroerd, tranen in mijn ogen. En toen had mijn vrouw het nog niet eens gehoord. En toen ik het aan mijn vrouw liet horen, toen zaten we allebei te huilen. Ja, ik heb toen met Romy contact gehad en Romy neemt echt de tijd voor je. Ze maakt dus een belafspraak, dus ze hoort je echt en ze luistert naar je. Ja, alle mooie momenten die ik erin wilde, heeft ze allemaal in verwerkt. Ook de muzieksmaak die ik heel graag wilde. En daarnaast vraagt ze altijd nog wat is belangrijk, wat er echt in moet. Ja, en dan heb je echt wel een heel persoonlijk nummer. Voor mij een van de meest bijzondere dingen die ik heb kunnen geven aan iemand. Maar nog steeds luister ik zelf ook nog heel vaak het nummer. En ik weet dat diegene aan wie we het gegeven hebben ook nog heel vaak dat nummer luistert. Omdat het echt, ja, het is zo persoonlijk. Het is echt jouw nummer, jouw lied. Dus zou ik zeker iedereen aanraden, ja. Mijn vrouw luistert er nog steeds naar. En zeker als ze het zelf moeilijk heeft, dan pak ze die tekst, die muziek er nog een keer bij. En dan klaart ze toch weer helemaal op.